Heeft de rechter geluisterd naar de publieke verontwaardiging? Of is de officier van justitie in zijn hemd gezet? Dat is de vraag na de veroordeling vandaag tot 7 maanden onvoorwaardelijk van de man die de 13-jarige Donnie Rog doodreed. Een veel zwaardere straf dan de officier geëist had. Straks persrechter Jolande Wijnnobel over wat de rechter heeft bewogen. Nu eerst naar vanmiddag. Anders dan de officier van justitie is de rechtbank van oordeel dat de verdachte hiermee een grove verkeersfout heeft begaan. En dat hij dus niet slechts aanmerkelijk onvoorzichtig, maar zeer onvoorzichtig en onoplettend heeft gehandeld. Daarom geeft de rechter een fors hogere straf aan de man die vorig jaar in Scheveningen de 13-jarige fietser Donnie Rog doodreed. 9 maanden cel, waarvan 2 voorwaardelijk en 4 jaar niet achter het stuur. Anders dan tijdens de eis bleef het rustig in de rechtszaal. De verdachte was er niet en ook de ouders van Donnie waren weggebleven. De commotie kwam doordat het Openbaar Ministerie 240 uur werkstraf en 4 maanden voorwaardelijk had geëist tegen de chauffeur die na het ongeluk doorreed. Het is bijzonder dat de straf hoger uitvalt dan de eis. Dat vindt ook Koos P., oud-landelijk verkeersofficier. Je kan als officier de zaak nog zo goed voorbereid hebben, maar als het mij zou overkomen, dan zou ik me toch eens flink achter mijn oren krabben als ik deze straf geëist had en de rechtbank gaat er fors overheen. Het Openbaar Ministerie zegt de uitspraak te gaan bestuderen. In de studio persrechter Jolande Wijnnobel. Mevrouw Wijnnobel. Ja, de rechter had dezelfde informatie over het dodelijke ongeval, hetzelfde wetboek, en toch komt de rechtbank tot een andere beoordeling. Waar zit het verschil in? Dat klopt. De rechter komt tot een onvoorwaardelijk gevangenisstraf. De rechtbank is van oordeel dat er sprake is van een grove verkeersfout. En verder geeft de rechtbank daar een gevangenisstraf voor van een maand, van 6 maanden. En verder is de rechter van oordeel dat het doorrijden na zo'n ongeval, dat dat ook goed is voor een gevangenisstraf van 1 maand. En hoe komt het nou dat de rechter dit ziet als een grove verkeersovertreding? Zeer onoplettend, zeer onvoorzichtig, zeer laakbaar. En dat de officier dat blijkbaar veel lichter heeft beoordeeld. Hoe kan dat? De rechter heeft de omstandigheden anders ingeschat. De rechter heeft naar de verkeerssituatie gekeken. Die heeft de rechtbank als complex benoemd. En de rechtbank heeft gezegd er waren meerdere verkeersdeelnemers, zwakke verkeersdeelnemers. Er was ook een brandweerauto die met sirenes reed. En dat alles dat moest leiden tot een hele lage snelheid. En dat deed hij niet. Hij reed veel te hard, zegt de rechter. Hij reed te hard. Ja. Nou is de rechter ook een mens. Het lijkt mij ongetwijfeld zo dat hij een beetje geluisterd heeft naar de publieke verontwaardiging die er gekomen is. De rechter heeft aangegeven in zijn vonnis dat de vechtpartij in de rechtszaal onaanvaardbaar was. Dat lijkt op eigen richting. De rechter heeft ook aangegeven dat dat absoluut niet heeft meegewogen bij het bepalen van de strafmaat. En ook niet hoe er in het land gereageerd is. Nou, de rechter kijkt naar de televisie en leest kranten, maar de rechter komt tot een onafhankelijk oordeel en laat zich niet sturen. Ja. Dan kan je alleen maar oordelen eigenlijk dan dat de rechter de officier flink in zijn hemd heeft gezet. De rechter is tot een andere beoordeling gekomen. Die weegt de feiten en omstandigheden anders. Ook de officier heeft zorgvuldig naar de zaak gekeken. De rechter heeft dat ook gedaan, maar komt tot een andere weging. Laten we dan toch even teruggaan, dat is interessant, naar de hoofdofficier van justitie. Wat die deze week voor onze camera zei ter verdediging van die relatief milde eis. De officier heeft alle feiten en omstandigheden van voor naar achter bekeken, onderzoek in het buitenland laten doen, onderzoek in Nederland laten doen en heeft de hoogst mogelijke straf voor deze feiten en gebeurtenissen genomen en geëist. Ja, wij konden niet meer eisen dan dit. Dat is wat de officier dus zegt. Ja. Maar dat kon dus wel. Ja. Nou ja, de rechtbank is tot een andere afweging gekomen. Die heeft de situatie anders ingeschat, anders beoordeeld en komt dus tot een andere straf. Ja. Nou is het toch al een beetje onbruikelijk dat de rechter tot een hogere straf komt dan de officier. Komt wel eens voor, maar niet zo heel vaak. Het komt denk ik vaker voor dan u denkt. Nou, het komt af en toe voor, maar is het toch niet zo dat de officier, dat je daar eigenlijk van mag verwachten dat hij de rek opzoekt, dat hij naar de grenzen zoekt in plaats van dat hij zich indekt van ja, we weten het niet zeker hoe onvoorzichtig het was? Maar ook de officier is een magistraat en ook de officier die kijkt met veel zorgvuldigheid naar een dossier. En de officier heeft in dit geval bepaald dat deze straf een passende straf is. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar u verdedigt een beetje het Openbaar Ministerie als ik dit zo hoor. U vindt niet dat daar grote fouten zijn gemaakt? Ik kan niet zeggen dat daar grote fouten zijn gemaakt. Het Openbaar Ministerie kijkt ook zorgvuldig naar een dossier. Goed, hartelijk dank, mevrouw Wijnhoven.